Beste vrienden, wij maken vanavond een geweldige avond mee. We hebben een ongemeen spannende verkiezingsstrijd achter de rug. En het ging ook ergens om. Ik heb gezegd, het CDA wil bouwen aan de toekomst van Nederland. Maar het ging niet vanzelf. Het was keihard knokken. We moeten nog wachten op het uiteindelijk resultaat. Maar ik denk dat we al kunnen zeggen dat we als Christendemocraten trots mogen zijn op wat vanavond en vandaag is bereikt. Vrienden, ik denk dat het goed is om te zeggen dat zoveel Nederlanders zich bezig hebben gehouden met de politiek. Ik feliciteer de Partij van de Arbeid met hun winst, want ook dat mag wel eens gezegd worden. Iedereen heeft geknokt voor zijn resultaat. Vrienden, we hebben de afgelopen maanden onze nek uitgestoken. En na de verkiezing op 15 mei hebben we risico's genomen. Ook ikzelf. We zijn niet bang geweest om onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar we worden nu rijkelijk beloond. En dat is fantastisch. En als we nu praten over die agenda voor de toekomst, dan zeg ik, de grote vraagstukken waar Nederland voor staat, die moeten worden opgelost. Het is geen eenvoudige opgave om nu te regeren. Economisch is het heel moeilijk. Internationaal zijn er veel spanningen. En juist in deze tijd gaat het om hou vast in de politiek. Weten wat je kompas is. Vooruit willen. En het CDA wil vooruit. Nee. Wij kiezen voor een beleid dat solide en sociaal is. Wij kiezen voor betrokkenheid en betrouwbaarheid. Vrienden, we hebben een campagne gehad de afgelopen tijd die heel veel in de media is gevoerd. Maar als ik zie hoe onze mensen, onze kandidaten actief zijn geweest in het land, is dat hartverwarmend. Een harde campagne met een enorme inzet van Christendemocraten. We zijn overal zichtbaar geweest. We zijn herkenbaar, we zijn aanspreekbaar. En ik dank de medewerkers, de kandidaten, voor hun fantastische inzet. Al die vrijwilligers van het CDA in Nederland, die ze hebben ingezet.